Mijn naam is John Beukenboom en ik sta hiernaast Piet Schouten van het Waterschap. Het Waterschap. Zoals je ziet staan we hier in de duinen. Is hij weer. Wat heeft het Waterschap nou te maken met de duinen? Nou, als Waterschap hebben wij de cruciale taak om 1,2 miljoen inwoners achter deze duinen te beschermen. Eigenlijk tegen overstromingen. Waterveiligheid garanderen. Daar moet nog wat. Wat een tering grote duinen. Ik heb nog nooit zoveel zand gezien. Piet, we zien hier een molen. Ja, zeker John. Met dit soort molens hielden we vroeger ons land droog. Nu gebruiken we natuurlijk elektrische gemalen om het waterpeil te reguleren. In tijden van droogte genoeg water te houden. En in natte tijden het af te voeren. Uiteindelijk ook naar zee. En daarnaast hebben we ook enkele waterschappen wegen in beheer. Dus dat een goede kwaliteit van de wegen te waarborgen. Oh, super vet! Overal kikkers in al die waterlopen. Piet, het stinkt hier erg. Waar zijn we? Ja, wat je daar ruikt zijn allemaal bacteriën die het afvalwater schoonmaken. Oh. De gemeente leveren ons afvalwater van de huishoudens aan, waarin alle toiletten worden doorgespoeld. En dat moeten we schoonmaken. En dat levert wat luchtverontreiniging op. Nou. Maar we leveren wel weer kwalitatief goed water af op het watersysteem. We staan hier bij een rioolzuivering en de lucht is niet te harde. Ik zag net mijn nasje van gisteren voorbij komen. Een maatschappelijk verantwoorde overheid. Hoe zie ik dat terug? Ja, dan kan je aan meerdere dingen zien, John. Onder andere aan de zonnepanelen. We vinden het erg belangrijk dat we ook onze aarde voor onze volgende generaties goed achterlaten. En dat we ons werk klimaatneutraal doen. Daarnaast zijn we ook erg bezig om goed met gemeenten en bewoners af te stemmen. En dat vinden wij ook erg belangrijk. En ze doen ook nog aan duurzaamheid. Geweldig! Piet, heb je nog een laatste boodschap voor ons? Zeker. Kom allemaal op 20 maart 2019 stemmen. Voor de nieuwe waterschapsbestuurder bij de verkiezingen. Op 20 maart 2019 zijn er weer verkiezingen. Stemmen dus!